Ze zeggen dat de multiculturele samenleving mislukt is. Wat vind jij daarvan? Nou ja, misschien is de multiculturele samenleving misschien wel mislukt. Maar als je eigenlijk gaat tellen hoeveel Marokkanen de laatste tijd op televisie komen. Dat is wel, ik schrik er zelf van. Het Jeugdjournaal wordt gepresenteerd door een Marokkaan. Het Sportjournaal door een Marokkaanse. De wereldkampioen kickboksen is een Marokkaan. De beste rapper van Nederland is een Marokkaan. De burgemeester van Rotterdam is een Marokkaan. In Nederland zelf al twee Marokkaan. En dan zeggen ze nog dat het slecht gaat met de Marokkanen in Nederland. Als het goed gaat, wat gebeurt er dan? Als je nu al zoveel, als het slecht gaat, zoveel naar voren komen, ja, dan vraag ik me toch echt af wat gebeurt als het goed gaat. Alleen maar Marokkaan op tv en elke burgemeester in Nederland een Marokkaan.